is jullie verkeersfeest? Moet jullie ook ergens in reis om bij familie of vrienden uit te komen? Is je tas al gepakt? Heb je al gedacht dat je alles moet samenvatten? Ik is baie lief toch voor om te reizen naar familie toe. En die opgebonden night en die paar slaapies wat nou oor is voor een kerstfeest is. Ons lees in die Bijbel ook van een reis. Een reis beetje anders dan met elkaar. Maar in Lukas 2 lees ons dat Jozef en Maria, terwijl hulle nog verloof is, op pad moet gaan naar Bethlehem vanaf Nazareth. Die keizer het besluit om met een volkstelling gehou word. En Jozef moet met zijn hoogzwanger vrouw Bethlehem toe gaan. Nou, ik weet niet van enie, de meeste mensen sal hoogzwanger vandaag niet eens rondreis nie. En hier gaan Maria en Jozef waarschijnlijk op een donkie op pad naar Bethlehem toe. En ons lees dat daar nie eens plek is vir hulle in een herberg nie. En na die lang reis word Jesus gebore. Hy word toegedraai in doeke en in een krib neergeleg. Mag jy, wanneer jy reis in hierdie kersseisoen, daar die reis onthou wat Maria afgeleg en na dit Jesus wat mens geword het vir ons.